Ja, ik was heel blij als ik dan eindelijk dat vaccin zou krijgen. Dan hoef ik niet meer bang te zijn dat ik corona krijg. Dus dan hoef ik ook ietsje minder uit te kijken. Dus heb je de musical nog geoefend vandaag? Ja, met dansen en met zingen. Dus dat was heel gezellig. Vitamine C erbij. Anne Linde heeft tijslijmziekte. Dat betekent dat ze wat meer hoest en slecht voedsel kan verteren. Deze pillen helpen haar. Ze voelt zich er goed door. Toch moet ze voor corona altijd extra oppassen. Als ik corona zou krijgen, dan zou ik langer ziek zijn. En dan zou ik zieker worden dan andere kinderen. Dat is ook soms bij gewoon griep. Dan word ik wat langer ziek. Of dan heb ik nog een hele lang daarna een periode dat ik nog moet hoesten. Neem ook maar je beginpilletjes. Ja. Dus zodra een klasgenootje ging snotteren of moest worden getest, bleef Anne Linde voor de zekerheid thuis. Ze miste daardoor veel momenten op school. En ook buitenschool moest Anne Linde voorzichtiger zijn dan andere kinderen. Nou, ik vond het wel vervelend, want dan zeiden anderen bijvoorbeeld, ja kom, we gaan even naar de supermarkt om iets lekkers te kopen. En dan zei ik, oké, maar dan moet ik wel buiten wachten. Dus dan kon ik niet meekiezen bijvoorbeeld wat we gingen kopen. Door jouw ziekte moet je ook af en toe hoesten, hè? Dat gebeurt wel eens. Dat levert ook wel eens ingewikkelde situaties op, toch? Ja, als er dus andere kinderen omheen staan, dan wil ik liever niet hoesten. Maar dan moet het wel, want nou ja, hoesten inhouden, dat is een heel naar gevoel. Maar dan kijkt iedereen je aan van, heb je corona? Ja, Anne Linde moet nog even geduld hebben tot ze de prik echt krijgt. Volgende maand wordt ze 12 jaar en kan ze een afspraak maken. Zij en haar ouders kijken er enorm naar uit. Nu mag Anne Linde zelf gevaccineerd worden, zijn we ontzettend blij. Want dat betekent voor haar, als ze straks naar de brugklas gaat, dat ze gewoon alles mee mag maken. En dat het niet zo is als het griepseizoen weer komt, dat er weer iemand ontsnotter is en dat ze weer thuis moet blijven. Nu kan ze gewoon lekker alles doen wat, ja, wat normaal is en wat ze hoort te doen als ze brugger is. Dat zou veel fijner zijn, want dan dus een middelbare school zit meestal heel vol en dan moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Maar als ik dat dan per ongeluk niet hou, dan is het niet super erg. Want ik ben al gevaccineerd.